Goedemorgen, lieve vrienden. Ja, het is vandaag alweer donderdag 6 juni. En tevens de vierde avond van de avondvierdaagse, oftewel de laatste dag, is weer aangebroken. Het is nu 11 uur 44. Ik krijg dus een pakketje nog weer binnen van Ziggo. Dat komt ook allemaal goed. Ik krijg een nieuwe box, maar een ander merk. Een kleine, bepakte, goedkopere stroomverbruik, etc. Dus je gaat alleen nog maar vooruit. Ook beter beeld, dus helemaal toppie. Frodo die is gisteren weer behoorlijk stout geweest. Die had ik buiten gelaten. Het ging zo goed met hem. En hij kwam ook alweer zonder kap naar buiten, mocht hij naar buiten. Enkeltje moet hem dan wat in de gaten houden hier en daar. En ook weer in een tijd van een mum. Zijn ene zijflank bij zich richting zijn kont en zijn staart helemaal weer kapot geweest. Dus ik heb hem gisteravond kaal geschoren. Ik heb hem zalf erop gedaan. Dat zometeen moet hij dat weer zalf. Hé, meisje. Oh ja, schat. Hé. Hoe goed je dikkie dan? Hé? Ja. Maar in ieder geval, hij is dus weer op achteruit gegaan. Maar ja, nou moet hij met de kap op, hè? Ja, de hele dag. Totdat hij weer weet van ik mag er niet aankomen. Want je kan hem niet continu in de gaten houden. Dat gaat gewoon niet, nee. Ik heb ook mijn andere dingen te doen. Ik moet ook zometeen dat op gaan ruimen weer, want dat ziet er niet uit. Ik ga nog eten, de dieren moeten nog eten, dus je bent bezig. Dan zie je niet iedere keer hem. Nee. Maar oké, mal hondje. Hé? Ja, ik ben mal hondje, ik heb het over jou. Hij kwispelt niet eens. Hij is zielig, ja. Ja, jij bent ook lief. Maar in ieder geval, lieve vrienden. Geniet weer van het weer, want het is hier wel zonnig schijn. Ik zie hier en daar wel wat bewolking, maar achter kan de pret niet drukken. Als we vanavond dit weer hebben, dan teken ik voor je. Ja. En die onweer, nou die mag van mij wegblijven. Het begon gisteravond hier rond 11:30 met onweer. En het was dik 2:15 geweest. Toen was het pas afgelopen. En toen moest ik nog naar mijn bed, ja, want ik ben bang van onweer. Ik ga niet naar boven als het zo heftig tekeer gaat, zoals gisteren. Ja, het ging echt tekeer. En het flitsen was gewoon niet van de lucht af te zien, zo vreselijk was het dan het flitsen. Het donderen viel wel op zich mee, ik geloof dat er één keer echt geknetter is geweest, dat hij ergens op is ingeslagen. Maar ik heb geen brandweer niks gehoord. Maar ik kreeg allemaal weer een link van Karen en Roderick door. Dat in Den Haag, vlak waar zij wonen, is weer een brand geweest in een flat. Helemaal bovenin. Ja, meerdere bewoners zijn eruit gehaald. Meerdere woningen zijn dus onbewoonbaar. Of ja, ze kennen weer een aantal weer terug binnenkort. Maar dat moet eerst opgeknapt worden, maar de flat zelf, de hoofdadres, ja, die is helemaal niet gebrand, daar kan niemand meer wonen. Nee, dat moet er helemaal tussenuit gehakt worden, laat me zeggen, of wat dan ook. Maar ja, dat is geen pakje aan voor ons. Maar wat ik wel weet, is dat Karen en Roderick er weer bij zijn geweest om te helpen. Nou, applaus, ik ben trots op jullie, ja. Dus echt geweldig van ze. Mijn lieve vrienden, ik ga hier door. Ik ga eten en ik ga drinken, et cetera. En we spreken elkaar en vast en zeker vandaag wel weer. Ja, lieve vrienden, het is alweer, 13:51. Dat ik ga eventjes boodschappen doen bij de FOMA. Ik heb mijn pakketje al lang al breed binnen, maar er is het een en ander aan de hand met de buurtpreventieteam. Ja,
Ze zijn hier ook zo lui als ik weet niet wat. Ze blijven hier liever op een luie krent zitten dan dat ze een rondje lopen om de wijk te verkennen of er geen dingen, rare dingen gebeuren wat niet mag. Dat willen ze niet doen. Nee, blijf op mijn kont zitten. Ik zie genoeg uit het raam vandaan. Nee, kijk verder dan alleen nog uit je raam vandaan. Ja toch? Zoals bij Karen en Roderick. Petje af voor die. Ik ben ook zo trots op Karen en Roderick. Want die hebben afgelopen nacht wel weer hun steentje bijgedragen. Ja, er was namelijk weer een hele grote brand. Vlak bij hun, in dezelfde wijk. En ze zijn er naartoe gegaan. En dat ondanks dat Karin zelf heel veel pijn heeft. Daar ze andere week vrijdag ook weer geopereerd wordt. Heeft ze toch maar weer geholpen. Samen met haar man Roderick. Ik ben super geweldig trots op hem. Het zijn toppers. Dat ze verdienen een dikke pluim. Is die van mij? Dan is het wel van een ander. En inderdaad, vanmiddag worden ze weer in het zonnetje gezet. Dat is nou alweer bekend. Ja, dat is de tweede keer. Hier gebeurt dat niet. Nee, want we doen toch niks. Blijf maar zitten. Gebeurt niks. Ja, er gebeurt genoeg. Maar je moet je ogen gebruiken. Je moet erop uitgaan. Wordt hier niet gedaan. Ze zijn liever lui dan moe. Ik word daar zo boos om. Wil je in de buurtpreventie zitten? Prima, top, geweldig. Maar doe dan ook wat. En blijf niet op je luie krent zitten. Ik rij ook mijn rondjes. Als ik boodschappen doe, rij ik gelijk ook rond door het centrum heen. Kijken of er niks is wat niet mag, wat niet kan. Ja, maar nee, hoeft allemaal niet. Nee hoor, doe je ogen maar in je zak. Ja, hoef je niet te gebruiken. Nee. Maar oké, maakt niet uit. Ik ga even boodschapjes doen en doe de wijk door. Want ik doe het wel. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. En tot later vanavond de Vierdaagse. Ja, ja. De laatste ronde. De intocht. Ja, dat wordt wat. Nou, oké, lieve vrienden. Tot dan. Ja, lieve vrienden. Hier zijn we dan weer. De laatste avond van de avondvierdaagse. En ja, het is wel drukker dan dat het gisteren was. Daarom allemaal, zoals jullie dat wel zien. En naast me staat ook een meneer, maar ik weet niet of die op de vlog wil. Ja hoor. Ja hoor, zegt hij. Nou, dan moet je even wat zeggen. Hoi, ik ga met de avondvierdaagse maar lopen. En dat is altijd gezellig. Gezellig. Ja, ja hoor. Doe je wel voorzichtig. Ken je je eigen vriend op YouTube? Ja, inderdaad ja. Ja. Ik zal je zo meteen mijn kanaal even geven. Dus ja, lieve vrienden, we maken er gewoon een gezellige boel van. Zo simpel als ik weet niet wat. En het wordt alleen nog maar drukker en gezelliger. We moeten weer die kant op. En zoals jullie het van mij weten, de GoPro gaat aan. Dat dingetje daar. Die gaat aan. Dus ja. Wens jullie alleen nog maar veel plezier. En ik zou zeggen, tot straks. Doei, doei.
Ja, lieve vrienden, we zijn op de plaats van bestemming aanbeland waar de intocht gaat beginnen. Het is hier wachten op alle wandelaars, zowel de individuele, zowel de groepen, dat ze hier elkaar hebben verzameld. Ik was natuurlijk weer één als eerste, maar ik ben ook thuis geweest, even bij Frodo, even naar het toilet, even een broodje gepakt, die heb ik hier meegenomen. Dus ja, het is nou wachten op alle andere mensen die eraan meedoen. Ik was helemaal lekker per eerder vertrokken, wat eigenlijk niet mocht. Maar ik denk, ja, ik wil naar Frodo ook even kunnen, weet je. Dus zo van die donder ben ik eerder gestart. Ik denk, bekijk het maar. Ik moet ook om mijn hondje denken. Maar het komt allemaal goed. Ja, ik wil wazen, zie ik. Ze moeten van die kant daar ook komen, achter die flatten langs. En dan zullen we het straks beleven als het wat drukker is. Dan zal ik nog wel weer een keer even de camera erbij pakken. En ik word iedere keer wazig, gaat helemaal niet leuk. Maar oké, maakt niet uit. Ik zou zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, het wordt hier drukker en drukker en drukker. Zoals jullie wel achter me kunnen zien. Ze komen ook al in groepen komen ze aan. Ik zie wat geels aankomen daar achter mij. Dus ja, druppelend geweest komen ze binnen. En 7 uur is hier de start naar de finish toe. Ja, en dan is het een medaille halen. We zullen het beleven. Het is gezellige drukte. Muziek hoor ik op de achtergrond. Daar zit geen muziek in. Had ik wel, maar het is hier te druk om je eigen muziek te luisteren. Maar die hek erin, omdat desnoods Karin kan bellen of wie dan ook. Dus ja, dan heb je toch eventjes iemand om mee te praten onderweg. Maar dat komt allemaal goed. De politie staat er ook al. Ik zal hem even omdraaien. En dan zien jullie dat ook even allemaal. Dus. Maar in ieder geval, het gaat allemaal goed komen aan deze kant. Ja. Dat zou zeggen, tot strakjes. Ja, lieve vrienden, hier ben ik weer. En zoals jullie zien is het al aardig druk. Daar staat een wandelmaatje van mij. En daar staat onze Isabella. Die ken ik heel erg goed. Vanaf dat ze nog een heel klein ukkepukkie was. Toen liep ik nog niet. Nee, toen liep ik nog niet. Bijna, ja. Ja, heel vroeger. Aan de hand. Aan de hand, ja. En ze is hier dus een gezellige bende, laat me zeggen. We gaan straks om 7 uur van start. Hoe laat leven we nu? Ja, met een minuut of 6. Met een minuut of 6 wordt er gezegd. Dus ja, lieve vrienden. Ik zou we zeggen, hebben een feestje verdiend. We hebben een feestje verdiend, ja. Dus wij gaan straks dus richting de finish. De Copro gaat dan weer aan. En we zullen het beleven. En ik zeg gewoon tot vanavond wanneer we weer thuis zijn. We zeggen doei doei. Wacht even, dus hou hem nog even aan. Hou hem nog even aan. En dat is de beloning. Kun je hem zien zo? Dat weet ik veel. Niet te dichtbij houden. Ja, okay. Kijk, dit is de beloning van, die, van mijn wandelmaatje. Nou, dus, deze leuk toch? 21. Ja, ik vind het wel. Ik krijg mijn 9e. Nee, het is de 3e. Dus helemaal goed. En dan mis ik 2.